Vijf maanden geleden heb ik de Bugaboo Comfort transporttas gekocht. Die is nu al zeker 7 keer naar een ver land op exotische bestemming geweest. Tijd voor een review. De reistas is te koop voor 139 euro. En dit is eigenlijk een beschermhoes voor je kinderwagen tijdens het reizen. Bijna alle modellen van Bugaboo passen erin. Maar ook andere merken kinderwagen, zoals de Jules D. Laten we positief beginnen met de pluspunten. Niet geheel onbelangrijk, hij doet wat hij moet doen. De hoes beschermt de kinderwagen goed tegen stoten, gooien en alle andere acrobatische dingen die de bagagemedewerkers met je reistas doen. Er zitten wieltjes onder en dat maakt het verplaatsen van de tas heel makkelijk als die vol zit. En als je de tas niet gebruikt, dan is die op te vouwen tot een pakketje van 40 bij 65 centimeter. Als de kinderwagen in de tas zit, is er nog best wel veel ruimte over voor andere spullen om mee te nemen. Dit is natuurlijk afhankelijk van het soort kinderwagen wat je meeneemt. En hij is makkelijk te gebruiken. De tas is redelijk idioot. De ritsen en kliksystemen die spreken voor zich. En dan nu de nadelen. De ritsen zijn ontzettend kwetsbare onderdelen van de tas. Na de eerste keer gebruiken ging er bij ons al een rits stuk. We hebben toen gelukkig van Bugaboo een nieuwe tas gekregen. Ook bij deze tas gaat de rits op hetzelfde punt stuk. Overigens wel een hele goede service van Bugaboo die zonder aarzelen de tas heeft vervangen. Als je de tas niet gebruikt en hij is opgevouwen, blijft het nog wel een groot ding. Hij is niet even makkelijk in een kastje op te bergen. De prijs van 139 euro is een schijntje in vergelijking met een kinderwagen. Voor een kinderwagen ben je al snel over de 1000 euro kwijt. Maar 139 euro voor een beschermhoes vind ik veel geld. Conclusie. Als ik nog een keer voor de keuze zou staan om hem te kopen, zou ik het waarschijnlijk niet doen. Er is in dit geval 7 keer mee gevlogen. Maar als je hem normaliter voor je vakanties koopt, die je 2 keer in het jaar doet, dan vraag ik me af of het wel de investering waard is. Zeker gezien de ritsen, waarvan de kwaliteit echt de wensen overlaat. Aan de andere kant raad ik je wel aan om je kinderwagen mee te nemen in een beschermhoes als je gaat vliegen. Ik heb die kinderwagens bij de bagageband zo vernacheld eruit zien komen, dan ben je echt niet blij als dat jouw kinderwagen is. En zeker niet als je realiseert dat het 1000 euro is. Dus mocht je op reis gaan en bescherming zoeken voor je kinderwagen, zoek dan even verder op Marktplaats. Hier kan je misschien tweedehands zo'n hoes kopen. Daarnaast zijn er ook nog heel veel particulieren die hem voor de verhuur aanbieden. Zo'n tas is meestal wel voor ongeveer 2 euro per dag te lenen. Vond je dit een leuke video? Like hem. En wil je op de hoogte blijven voor meer video's? Abonneer. We'll be right back.